Ik ben Tycho en dit seizoen ga ik de mensen ondervragen van Excelsior. Wie zit daar? Hoi. Oké. Fix je schoenen. Ik ben er klaar voor, hoor. Ik er wel. Ben je een beetje zenuwachtig voor de camera? Meer zenuwachtig voor jou. Oké, dan komen de vragen. Jurgen, heb je ook een kanariepiet thuis? Of een Sparta-piet? Nee, ik heb laten we zeggen een kanariepiet, want een Sparta-piet die is lang geleden weggaan. Dus laten we het op kanariepiet houden. Kan je toevallig een kanariepiet nadoen? Roekoe! Je bent ooit van Sparta-jeugd naar Excelsior gegaan. Heb je daar spijt van gehad? Nee, daar heb ik geen spijt van gehad. Het was in het begin wel lastig, alleen ik denk dat de grootte van Lochem ervoor gezorgd heeft dat ik toch hier naartoe ben gekomen en tot nu toe geen spijt gehad. Excelsior is toch veel leuker, hè? Veel en veel leuker. Hoe lang voetbal je al bij Excelsior? Volgens mij met de jeugd erbij zit mijn zevende jaar. Ja, zevende jaar. En bij het eerste? De zesde. Oké. Ben je het nog niet zat? Nog niet, nee. Nog niet. Voor welke club zou jij ooit nog eens willen spelen? Ik wil ooit nog een keer voor Arsenal spelen, omdat ik vanaf kleins af aan fan ervan ben. Dus dat zou ik nog wel leuk vinden. Ja. Je bent ooit nog een keer op een zondag je bed uitgebeld om mee te spelen met een amateurteam. Wat dacht je toen? Wat een gezeur, laat me slapen of kan je makkelijk je bed uitkomen? Nee, in het begin dacht ik wel van wat een gezeur, laat me slapen, maar... Nee, ik vond dat ik wel iets terug moest doen voor alles wat hij gedaan heeft voor me. Dus het was een kleine moeite en achteraf vond ik het nog leuk om te doen ook. Ben je een vriend van Nathan Rutjes? Ja, ja. Oh, daarom heb je lang haar in je nek? Ja, ik dacht als mijn voorbeeld dat heeft, dan doe ik hem maar gewoon na. Of hou je niet van de kapper? Nee, mijn kapper die is gelukkig niet dood, maar zo vaak zie ik hem ook niet meer. Volgens mij heb je al best veel gele kaarten gehad, klopt dat? Ja, dit jaar valt het mee, maar... Ik denk over de jaren heen heb ik er wel een aantal gepakt. Gebruik je ze als behang in je kamer? En dan heb ik er nog een paar nodig, maar ik ben wel bezig. Ik ben op de helft ongeveer. Mis je Bas Kuipers wel? Ja, Bas was een goede jongen. Ik kon het goed met hem vinden. Dus missen is misschien een groot woord, maar ik vond dat het wel leuk met Bas. Eigenlijk wil je in de interview niet, hè? Nee, liever niet. Maar voor jou vind ik het leuk om te doen. Alleen. Als ik mocht kiezen, dan had ik het liever niet gedaan met Rijnmond en Fox en noem maar op. Maar dit is wel leuk. Jij houdt niet van de tv, toch? Ik wel. Jij wel? Nee, ik vind het maar niks. Alleen het hoort erbij. Ja. Wat is jouw lievelingskleur? Rood. Ik ook. Mijn ook. Mooi. De laatste. Ik ben ook een verdediger. Heb je daar nog goede tips, zodat ik volgend seizoen jouw plekje kan overnemen? Dan weet ik niet of het slim is om wat tips te geven als je mijn plek over gaat nemen, maar... gewoon ze vol zelfvertrouwen alle duels aangaan. Dank je wel. Ja. Ja.